Basisschool De Wegwijzer en buurtbewoners van Selwert hebben last van het verkeer in de wijk. Auto's rijden te hard over de Esdoornlaan en veel ouders parkeren hun auto's op de stoep bij de basisschool. Hierdoor ontstaan onoverzichtelijke verkeerssituaties waar de school zich verantwoordelijk voor voelt. De directie van de school vreest voor ongelukken waar kinderen bij betrokken zijn. Hebben jullie al actie ondernomen om hier wat aan te doen? Nou, we hebben vorig jaar hier een ambtenaar gehad van ruimtelijke ordening. Die heeft de situatie hier bekeken en die zegt ook van ja, het klopt wat jullie constateren. Ze hebben de zaak toen later onderzocht, de politie is erbij geweest en er zijn verschillende mogelijkheden geopperd. Onder andere het instellen van een parkeerverbod. Maar deze ambtenaar zegt, van de politie krijgen we nu al te horen dat wij toch niet gaan controleren. Dus dat heeft weinig zin om een parkeerverbod in te zetten. Als je alleen een stopverbod doet, dan dat kan wel. Maar het is wel een maatregel waar handhaving bij aan te pas komt. En als je weet dat die handhaving niet gegarandeerd kan worden, dan moet je niet zomaar een stopverbod gaan introduceren. Is dit de enige oplossing of zijn er ook andere oplossingen voor het probleem? Nou, we zijn nog aan het studeren om een volgende oplossing om de verkeersstromen te scheiden. Dat bijvoorbeeld de kinderen met de fiets een andere ingang nemen dan de mensen die hier de kinderen met de auto brengen. Misschien dat dat nog een oplossing biedt, maar daar zijn we nog over aan het nadenken. En wij staan ook aan de kant van de school. We willen het ook heel goed oplossen. En daarvoor hebben we dus ook een aantal handreikingen gedaan in een brief die we hebben geschreven richting de school. Die hebben ze ontvangen. En de suggestie die wij dus voorstellen is om eerst goed na te gaan denken over het aantal ingangen die je hebt. En die verkeersstromen zoveel mogelijk uit elkaar proberen te halen. En daarbij je goed te richten op goede wachtplekken voor ouders. Maar heeft de school de ouders ook aangesproken? De school heeft de ouders hier nog niet op aangesproken. Nee, dat is nog niet gebeurd. De buurtbewoners zeggen dat auto's te hard over de Esdoornlaan rijden. Er is een maximumsnelheid van 30 km per uur, maar de straat daagt uit om snel te rijden. Bovendien is het voor automobilisten onduidelijk dat de wijk een 30 km zone is. Maar wat heeft de wijk nodig aan aanpassingen? Onze wijk, met name Esdoornlaan en ook hier schoolgebied, heeft een bordjes nodig. Duidelijke borden of op de grond 30 km zone aanduidingen. Dat heeft hij nodig. En ook uiteraard automobilisten die zich aan snelheid gaan houden. We kunnen even geen beloftes doen, omdat wij ons vasthouden aan de afspraak eerst alle gebieden 30 km per uur en dan kijken naar aanvullende maatregelen. Maar natuurlijk, op het moment dat ze zich richten naar ons, dan zorgen wij ervoor dat een gedegen ongevallenanalyse komt. En mocht daaruit blijken dat maatregelen nu nodig zijn, dan gaan we vanuit dat punt verder werken.